welkom bij Dynamite Magic Shop Product Date nummer 120, live vanuit de Dynamite Magic Shop. Woehoehoe. Het is vroeg in de morgen, nog geen bezoekers. We kunnen niet opnemen als er bezoekers zijn. Lijkt me een beetje onhandig. En niet coronaproof. Daarom zit Leon hier ook niet, dus er kunnen geen bezoekers hier rondwandelen. Elk jaar rond deze tijd, oktober, november, als kind zijn al keek ik uit naar deze tijd. Waarom? Dan kwamen namelijk de nieuwe Tenjo's op de markt. Als kind zijn vond ik al zeer interessante items. En met mij heel veel mensen, er zijn ontzettend veel mensen wereldwijd die Tenjo items verzamelen. Mocht jij dan nog hebben liggen waarvan je denkt, ik heb er ooit gekocht, maar ik doe er eigenlijk niks mee. En ze zijn nog compleet. Wellicht heb ik interesse, stuur mij een appje of een berichtje. Dan neem ik ze misschien wel van je over. Of ken ik iemand die er nog eens zoekt bijvoorbeeld. Want sommige dingetjes zijn er niet meer op de markt. En dan kunnen we mensen onder elkaar blij maken. Een van de nieuwe items van dit jaar zit in dit doosje. Twee ringen. Een gele ring en een zwarte ring. Uiterst spannend. Het idee is als volgt. Je hebt die twee ringen en die kun je bijvoorbeeld in je hand pakken. Je hebt bijvoorbeeld de gele ring en de zwarte ring pak je in je hand. Zo. Als ik duw ze een beetje plat, dan springen ze, zie je, uit elkaar. De gele ring en de zwarte ring. Ik haal er eentje uit, bijvoorbeeld de zwarte ring. Die stop je bijvoorbeeld in je zak. Doe ik even niet, want ik zit nu, dat is niet zo handig. Wat blijft dan over? Zeggen mensen, de gele ring. Ja, zo moeilijk is het niet. Je hebt een gele en een zwarte ring. En als je er eentje weghaalt, blijft de andere over. Dus, even voor het idee, je hebt een gele ring en je hebt een zwarte ring. Die gaat in je hand. Zo. Je maakt je hand dicht. Je haalt in dit geval bijvoorbeeld de gele ring uit. Zo. Gele ring haal je eruit. Wat blijft er over? Zeg mensen, ja, de zwarte. Ja, inderdaad, de Oké, wacht. Je hebt een gele ring en een zwarte ring. Je haalt de gele eruit. Sterker nog, ik leg die gele nog, zeg maar, onder dit doosje, zeg maar, neer. Zo. Die er echt onder ligt. We hebben dus zwart en geel. Dan doe je... En je hebt hier geel. En hier weer zwart. Dat is op zich vreemd. Als je hier geel hebt en zwart en je haalt de gele eruit. En je zou die bijvoorbeeld zelfs in je zak stoppen, op deze manier. Kan natuurlijk ook, als je hem in je zak stopt. Dan zeg je toeschouwers, wat blijft er over? Ja, zeggen mensen, zwarte. Nee, zeg hier is een gele, want hier is een zwarte. Ik krijg helemaal niks van. Nou, dit zijn het is de basisroutine. Hier staan meer ideetjes in de instructies die je erbij krijgt. Je krijgt van ons de Chinese instructies erbij. Maar we zijn niet te beroerd. Wij leveren ook de Engelstalige instructies er geprint bij. Bij elke Tenjo truc van dit jaar krijg je de Tenjo instructies er geprint bij in het Engels. In een handig doosje ook, heb je niet direct nodig, maar je kan er ook mee afdekken, vandaar dat het erbij zit. Deze truc heet Magical Honeycomb. En het is niet te geloven, we hebben super strakke prijzen dit jaar voor Tenjo. Volgens mij hebben we nog nooit zo'n lage prijzen gehad. €12,50 mensen. €12,50 voor Magical Honeycomb van Tenjo uit het jaar 2021. Dan hebben wij gisteren opnieuw binnengekregen. Exclusief, want volgens mij kun je ze op de hele aardbol niet meer vinden. Of er moeten winkels zijn die nog geen internet webshop hebben. Dan zou het kunnen dat iemand nog eentje heeft liggen. De Infinity Watches. Nou, de Infinity Watches, ik haal er even een hele doosje hier. De Infinity Watch. Prachtige horloges, prachtig systeem. Verkocht ook heel goed, totdat ze gewoon even een tijdje weg waren. Wat is het idee van deze horloges? Je toont het horloge. Laat zien ook boven in de camera. Prachtig horloge. En je zegt tegen toeschouwer, denk aan een willekeurig tijdstip op de dag. Nu niet een uur, maar een tijdstip. Dus 10 over 1 kan ook 23 over 4. Niks zeggen, heb je de gedachte? Ja, oké. Okay. Trek het knopje uit. Draait. En het knopje. En drukt hem in. En je houdt hem zelf vast zo. Of je dan de toeschouwer zelf vasthoudt, je wilt hem niet eens aanraken. Dan zegt de toeschouwer, welke tijd had jij gekozen? Zegt de toeschouwer, 2:30. Ik noem iets raars. 2:30. Ja, je gelooft het niet, maar kijk even waar ik zojuist het horloge op geplaatst heb. En dan checken ze. En dan staat het in dit geval inderdaad op 2:30. Nou, dit is de Infinity Watch. Een fantastisch ding. Echt waar. Dat zeg ik niet omdat ik ze ervan af wil. Ja, natuurlijk wil ik ze ook verkopen, maar het is een echt goed ding. Anders had ik ze niet weer opnieuw een hoop gekocht. Ze werden voorheen gemaakt in 4 kleuren. Dat wilde zeggen een witte wijzerplaat en een zwarte wijzerplaat. En een gouden of zilveren kast. Nou, we hebben nu 3 soorten. Ik ga jullie gewoon de doosjes laten zien. Daar zit meer in, maar je hebt, dan zie je meteen wat je allemaal krijgt.
Wij hebben momenteel de zwarte wijzerplaat met zilver. We hebben de zwarte wijzerplaat met goud. En we hebben de witte wijzerplaat met goud. Dat zijn de drie versies die we hebben. En als deze op zijn, komen ze ook niet meer terug. Deze zijn nog geproduceerd voor ons. Daarna komen ze niet meer terug in deze vorm. Wellicht dat er een ander model gekomen of iets nieuws, weet ik niet. Maar dit zijn de laatste. Fantastisch systeem, hands-free bediening. Dat wil zeggen, op het moment dat jij je horloge gezet hebt en je geeft hem aan de toeschouwer, vanaf dat moment ben je volledig in staat om het horloge te laten doen wat het moet doen. Op afstand, zonder geluiden, geen trillingen, geen gekke dingen zoals bij andere horloges. En voor de superscherpe prijs van €165. Sterker nog, ze zijn normaal €165 voor jullie allemaal. Ik ga dus een prijs verlagen. Gewoon bedenk ik me nu, lijkt me leuk. We maken ze €149 op de webshop. Als je ziet, als je naar de webshop gaat, op is op. €149 maken ze nu. Gisteren binnengekomen hoor, maar nieuw. €149 per stuk. Vind je ze nergens voor, als je ze al kunt vinden. Het zijn drie kleurtjes. De Infinity Watch. In een mooie stevige bewaardoos met alles wat je nodig hebt. Oplaadbaar via USB. Je zag al USB-kabel bijzetten. Een schitterend apparaat. Aanrader dus. Dan hebben wij ook een zeer mooi effect, exclusief bij Dynamite voor Nederland en België, genaamd Infinity Wine. Ik zal de trailer even door mijn gepraat heen uitlopen of onder een hoekje in beeld zetten. Infinity Wine is een versie van de Water to Wine, oftewel water naar wijn. Naar wijn, het is geen echte wijn, maar het ziet eruit als wijn. En normaal gesproken kun je natuurlijk, even simpel gezegd, kleurstof pakken. Je doet een druppeltje kleurstof in een glaasje en je schenkt er water bij en het wordt wijn. Geen hogere wiskunde. Klaar. Deze versie heb je een glas. Het kan ondersteboven staan. Je kan het gewoon laten zien. Glas. Je schenkt er water in en het wordt wijn. Nou ja, het ziet eruit als wijn. Je kunt het drinken. Het is levensmiddelbasis. Je zou het kunnen leegdrinken. Het glas wordt opnieuw leeg. Je schenkt hem vol en het wordt weer wijn. Dat is al vreemder. Tot een keer of 7-8 per geprepareerd glas kun jij continu water laten veranderen in rode vloeistof. Dus één keer prepareren ongeveer 7-8 glazen. Wat ook kan, is dat je begint met een glas water. Dus het water zit er al in, je kan niet inschenken tijdens de act. Dat is gewoon niet mogelijk. Je hebt een glas water en je schudt met het glas. En het water verandert visueel in wijn. Ook heel mooi. Je krijgt het speciale glas, ik kan het je gerust laten zien. Met een speciale iets wat ik eventjes wegmaffel. Je krijgt het speciale glas. Prachtig mooi. Ik kan het gerust laten zien. Is niks te ontdekken verder. Dit lijkt glas. Het is gemaakt voor de professionele performer. Er zitten draadjes op. De professionele performer. Ik doe iets wat niet elegant is, maar het is een kunststof glas. Hard kunststof, ja, hard, het is wel, ja, het is niet breekbaar hard, zo bedoel ik niet, maar het is echt heel stevig. Niet een dun glaasje, dit kan gewoon in je koffer, ik zou het netjes verpakken, maar je kan gewoon in je koffer en je hoeft niet bang te zijn dat het stuk gaat. Ik kan wel bekrassen natuurlijk. Heel mooi gemaakt, er zit nog meer een doosje speciale dingetjes. Je krijgt uiteraard de benodigde video-instructies bij die je nodig hebt voor de vertoning ervan. Refills met een speciale iets komen ook binnenkort op voorraad. Infinity Wine van Peter Kamp en Magic Dream voor de prijs van €84,95. Je denkt misschien zo, dat is aan de prijs. Ja, wij vonden het ook niet goedkoop. En we hebben ook getwijfeld, gaan we het verkopen? En maar kan je zeggen, we hebben ze nu een anderhalf week op voorraad en ze verkopen zeer goed. Dus dat wil zeggen dat mensen het ervoor over hebben omdat het ook goed gemaakt is. En professionele producten, ik betaal liever iets meer voor een professioneel product dan dat ik een goedkoop productje koop en denk, nou, dat is het net niet. Dus, aanrader. Infinity Wine. Dan nog een Tenyo, die ga ik je niet demonstreren. Waarom niet? Ik heb er simpelweg nog niet mee gespeeld. Dat is de Tweezers. Of Tweezer. Ook een erg leuk ding. Je ziet een beetje op het doosje wat het idee is. Je toont een kaart met een klein gaatje erin. Dat kun je laten onderzoeken. Je hebt een pincet. Je grijpt met de pincet in het gaatje en trekt daar een munt uit. Dat kan elke munt zijn. In theorie zou het zelfs een morgen dollar kunnen zijn, maar dat is veel te groot. Dus zegt, laten we zeggen 1 euro, 2 euro, 50 euro cent, halve dollar, kan allemaal. Kun je tevoorschijn halen aan de punten van het pincet.
Ja, mooi. Je moet even oefenen. Het is niet moeilijk, maar je moet het even oefenen. En de timing moet goed zijn, omdat ik dit niet 10 keer ga overdoen in een update. Wil ik gewoon dat het in 1 keer goed gaat. En dan moet ik het niet doen in de update als ik dat niet geoefend heb. Wel zo verstandig. Ik raad altijd mensen aan, eerst oefenen, dan laten zien. Nou, dat is. Tweezers is €20. En deel van de Tenyo 2021 lijn. Ik zal het filmpje ook even hier beneden een beetje laten draaien terwijl ik dit vertel. Dan krijg je een beetje het idee. Die kunnen dat beter dan ik, want zij hebben het bedacht. Altijd beter natuurlijk, hè. De mensen het werk laten doen. Dat hebben ze mij vaker gezegd. Mensen, je moet wat meer delegeren. Nou, bij deze. Hoe vertel ik dit? Ja, niks ernstigs hoor. Al jaren zie ik voorbij komen op, bij onze leveranciers. En ik ben ook een fan van James Steinmeier. Deze boekjes. En ik moet zeggen, ik heb er nooit verder in verdiept. Er zijn eigenlijk, noem het even de Impossibilities boekjes. Waarom noem ik ze zo? Nou, Virtual Impossibilities, Curious Impossibilities, Impossibilities, Treacherous Impossibilities, Devilish Impossibilities, Further Impossibilities, ze liggen niet volgorde, Unexpected Impossibilities en Ensuing Impossibilities. Oftewel allemaal Impossibilities. De hele serie. Nou, het zijn allemaal boekjes met een aantal effecten erin, maar waar hele goede sterke effecten, exclusieve effecten. Ja, lees op de website, bij elk product staat, bij elk boekje staat een aparte beschrijving wat je erin kunt vinden. Het zijn, hier staat bijvoorbeeld de laatste versie, als ik het zou vertalen, bruikbare en mysterieuze routines van vreemde, zelfwerkende goocheltrucs. Nou, als dat duidelijk is. Dat geeft iets aan. Ze zitten zo allemaal een beetje rond de €25, €36, €27. Ligt eraan hoe dik ze zijn. De laatste is wat dikker. Dit is de laatste nieuwe. Die kwam deze maand uit. Dus er komt er één keer in zoveel tijd komt er eentje uit. Dus dit is eigenlijk op één na volgens mij de hele serie die er bestaat. Want volgens mij eentje is überhaupt niet meer in druk. Dus als je interesse hebt, we hebben de hele reeks. Als je fan bent van James Steinmeier en zijn denkwijze en zijn unieke trucs, dan is deze hele serie wellicht interessant. Allemaal te vinden in onze webshop. Boekjes. Ja, we hebben heel veel boeken aan de achterkant staan. Ik blijf altijd een fan van boeken. Ik heb er ook heel veel. Ook heel veel in de cellofaan. Waarom? Omdat ik er geen tijd voor heb. Want ik heb sommige boeken die zijn echt gewoon zo. En als ik erin begin, ik zeg niet dat ik het uit wil lezen, maar dan wil ik wel zeggen, oké, de komende maand ga ik erin lezen. En de realiteit bij mij is dat ik begin aan een boek en ik lees het een avond, twee avonden. En dan komt een drukke periode en dan gaat het onder mijn salontafel, op een plankje. En een paar maanden later denk, ach, het boek. Maar ja, laat ik hem maar in de kast terugzetten voordat er iets mee gebeurt. Dat dus. Oké. Volgende week vrijdag. Als ik het goed heb, pak het even met de gegevens erbij. Volgende week vrijdag 30 oktober. Dan is er de Dutch School of Magic. De Dutch School of Magic, onder andere geleid ook door Ger Kopper, die onlangs overleden is. De mensen van Dutch School of Magic organiseren om een boost te geven aan deze Dutch School een online bingo. En wel om 7:30 is aanvang. Zeg ik verkeerd? 7:30. Nee, 7:30 is de aanvang, zo staat er. En de start van de bingo is om 8:00. Diverse digitale optredens en je kunt loodjes kopen, bingo-kaarten kopen. Enkel boekje €25, dubbel boekje €35. En je maakt kans op hele toffe prijzen. Boekenpakketten van €250. Rubik's Cubus pakketten van €500 heb ik gehoord. Echt, er zitten in ieder geval echt goede prijzen. Mocht je interesse hebben, ik kijk hier eventjes, dan kun je gaan naar de Facebookpagina van Dutch School of Magic. Of mail Mike Walter even op m.walter. En Walter is met LTHER @cello.nl. m.walter met een haar tussen @cello.nl. Inschrijven kan tot 27 oktober. Steun deze mensen en doe mee met de bingo. Oh, ik vrees dat ik even moet gaan rennen. Waarom? Dat kan ik je vertellen. Ik ben heel snel terug. Let op. Je ziet me op de achtergrond wegrennen. En ik ben zo weer terug.
aan. Sorry, wat wachten mensen? Zo. Daar is hij weer. Niet helemaal goed voorbereid. Even niet meer hier in gedachten. Ik vind het wel leuk om een beetje geschiedenis te laten zien. Ongeveer kleine 50 jaar geleden maakte Rebru, Renzo Bruintjes was dat, heel veel goochelspullen. Hele mooie, vaak gouden, vaak grote en kleine houten spullen. Van dobbelsteentrucs tot kubuspellen, tot noem maar op. En hij maakte ook de verbeterde versie van Alan Warner's Siamese Rebels. Dat was ook een effect waarbij je een lens kon doorknippen en weer herstellen. Maar hij verbeterde het effect zodat het, je kon het bijna uit handen geven zelfs. En maakte er deurtjes in en maakte het gewoon beter in ieder geval. Deze zat jaren geleden in de collectie van Barry die ik over had gekocht. En ik dacht, ja, dit moeten we eigenlijk opnieuw laten maken. Maar, ik vond de deurtjes een mooie functie, maar ik vond het raar dat de deurtjes het hele kistje omhoog lieten tillen. Als je het openmaakte, omdat het een beetje raar gescharnierd zat. Ik heb diverse timmermensen eigenlijk en houtmensen gevraagd, kunnen jullie dit niet maken in een betere uitvoering? Beter, doordachtere uitvoering. En zei, ja, dat kan. Het is eigenlijk nooit van gekomen. Begin dit jaar kwamen we in contact met Anthony Jap van Retro Rocketeers. Eye of Loki hebben we ervan. De Elements Prediction Box en noem maar op. Key2Coin. Steampunk Stand. Allerlei dingetjes. En Leon zegt, goh, je moet die Anthony's vragen of die kan maken voor ons in een gave uitvoering. Tof idee. Live video met Anthony. Ik zeg, luister, ik heb dit dingetje. En we zouden eigenlijk graag in een hele toffe, mysterieuze uitvoering hebben. Gewoon echt dit, echt hetzelfde systeem allemaal. Maar dan dat de deurtjes even mooi openvallen. En dan in, gewoon mysterieus, weet je wel. Weet je, dat mensen denken, oeh, wat is dat? Ladies and gentlemen, we are very proud to present to you the Ribbon of Ra. Dit is dit kistje dus, maar dan in de mooie uitvoering. The Ribbon of Ra. Het is hetzelfde idee. Je hebt een prachtig mooi kistje met een deurtje aan de achterkant en een deurtje aan de voorkant. En je kunt het helemaal leeg laten zien. Nou ja, leeg. Er zit een lente doorheen, zoals je kunt zien. Helemaal doorheen. Je kan aan het lint trekken als je wil, om te laten zien dat het echt hetzelfde lintje is, zeg maar, wat van links naar rechts gaat. Zo. Dan neem je een schaar. En met die schaar knip je het hele lint in. Tweeën, even voor de duidelijkheid. We hebben echt twee stukjes. Ik ga het even naar boven laten zien, ik hoop dat lintjes niet uitvallen. Dat even vasthouden. Het is echt compleet doorgeknipt, zoals je kunt zien, lintjes. Zie. Nou. Je maakt het doosje dicht. Je kan het doosje gewoon neerzetten hoor, maar ik hou hem nu vast, kun je het misschien duidelijker zien daar. Je knipt die vingers, magisch gebaar. En als je aan het lint trekt, dan zul je zien dat het lint weer volledig hersteld is. Zie. En het doosje uiteraard volledig. Leeg, compleet, zal de bovenkant ook laten zien. Het is niet charmant, maar voor de mensen boven ons. Doosjes gemerkt, Retro Rocketeers. Is een prachtig dingetje. Je kan verder, je zou hem kunnen laten onderzoeken. In principe, er valt gewoon niks aan te ontdekken. Ik zou het niet doen, maar er valt niks aan te ontdekken. Het is wat het is. The Ribbon of Ra. Exclusief gemaakt voor Dynamite Magic Shop. En ook exclusief verkrijgbaar bij Dynamite Magic Shop. Voor de prijs van €179. Nou, ik weet niet wanneer je deze update kijkt. Het kan te laat zijn. We maken geen uitzonderingen. Enkel op donderdag en vrijdag. Dus dat is 22 en 23 oktober. Krijg je nog de speciale prijs wanneer je deze al bestelt. Van €165 in plaats van €179. Vanaf zaterdag dus de normale prijs van €179. We hebben dus gecommuniceerd ook via Facebook, via Instagram. Dus je hebt eigenlijk wel ook kans gehad om die prijs te krijgen. We maken geen uitzonderingen. Ribbon of Ra. Je krijgt hem in een mooie doos.
verpakking door zoals je het gewend bent van Anthony. Je krijgt er uiteraard een rol lint bij. En je kan in principe elk lint gebruiken wat je wil. Als het maar niet breder is dan de opening waar doorheen moet. Je krijgt er een rol lint bij. Dus je kan zeker vooruit qua lint. Doe dit even in, ruim het op. Een duidelijke instructievideo ook. Werkelijk prachtig gemaakt. Ribbon of Ra. Dan hebben we nog één effect. We hebben één kaartspel. Een kaartspel. Ik ga het een beetje doorheen bladeren. Kunnen we duidelijk zien? Ja, we kunnen er doorheen bladeren. Eén spel kaarten, zoals je ziet. Ik kan helemaal doorgaan. Zie. Niks geks meer aan de hand. Ik zeg dat, want veel mensen denken dat we allemaal gekke dingen verkopen in deze winkel. Op zich niet heel onlogisch natuurlijk. Achterkant zit trouwens ook allemaal normaal. Een toeschouwer die mag een kaart eruit kiezen. Bijvoorbeeld, ik kijk even, nu pak ik gewoon eentje. Ruiten 7 bijvoorbeeld. Nou, die ruiten 7 die kun je uit het spel halen. We gaan hem er eventjes uithalen. Laten we het even zo doen. Ruiten 7. Nou, het mooie is, als je je concentreert op de ruiten 7. En je legt de kaarten terug erop. Dan kun je over het spel wrijven. En dan zie je dat die kaarten langzaam allemaal... Ja, het lijkt wel of ik niet helemaal scherp zie. Het is gewoon een soort van wazig. Ze lijken nou super wazig te worden, zie je. En het zijn alleen maar de voorkanten. Dus niet dat de achterkant ook wazig zijn. Die zijn gewoon echt gewoon scherp, zeg maar. Maar alle voorkanten hebben dat je denkt, ja, ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Het is echt compleet wazig, zie je. Beetje vreemd wel. Oh, behalve de ruiten 7, zie je, die is eigenlijk wel gewoon. Maar de rest is allemaal, zie je, compleet hartstikke wazig. Behalve dus die ruiten 7. En dat is echt dan wel weer bijzonder, vind ik dan, denk ik dan. Tenzij je natuurlijk je hand bovenop het spel legt, daar over wrijft. En dan zul je zien dat de kaarten weer terug normaal worden, zie je. Dan was gewoon terug normaal. Achterkanten die waren allemaal, had ik al laten zien, zie je. De voorkanten zijn echt allemaal weer compleet... normaal. Niet meer wazig. Nou, er zit een optie in het effect waarbij je tussendoor een wazige kaart... Ik heb nu geen wazige kaarten meer. Dan stop je zo een spel. Je tikt er zo op. En dan wordt de wazige kaart weer normaal. En dan spreid je dan het spel uit en is je spel helemaal ook normaal. Dat kan. Dat is een optie die je kunt doen. Dat hoeft niet. Nou, even voor het idee. Ik reset nu de truc ook voor de volgende keer. Zo doen we dat hier. Maar zo snel is de reset ook. Dit is de blur. Ook uit de Tenjo-lijn van 2021. En kost 15 euro. De blur. Leuk ding. En gemakkelijk te doen. Er zitten eigenlijk geen gekke handelingen in. Er zijn geen dingen waar we zeggen, oh spannend. Of ik moet oefenen. Of double lifts. Of weet ik wel, forces. Makkelijk. Makkelijk. Dan de allerlaatste van vandaag. In het jaar 1908 was er in Engeland een seriemoordenaar actief. En die seriemoordenaar die had een beetje een vreemde eigenschap. Die had namelijk de eigenschap om bij de mensen die hij vermoordde, of van de mensen die hij vermoordde, voorwerp mee te nemen. Dus dat kon een horloge zijn, dat kon een parfumfles zijn, dat kon een, als het in huis gebeurt, een schilderij zijn, een foto. En dan overal voorwerp mee. Ze noemen hem ook wel de collector. Nou, en mensen, of nabestaanden, die erachter kwamen dat voorwerpen misten, die gaven vaak foto's mee aan de politie van de voorwerpen die misten. En ik heb een aantal van die foto's hier in deze envelop zitten. Hier heb ik een aantal foto's van de verdachten. Ze hadden een gigantisch aantal verdachten. Maar door heel veel speurwerk hebben ze het verdachte aantal weer terug te brengen tot ongeveer 10. Daar heb ik hier de foto's van. Die ga ik zo meteen laten zien. Maar omdat ze er verder niet uitkomen, willen ze een paragnost in de arm nemen. Nou, ze hebben geen paragnosten hier. Sterker nog, normaal zou ik een toeschouwer vragen, zou jij de paragnost willen spelen en willen vertellen wie de moordenaar is volgens jou? En dat zou ik dan doen door te zeggen, noem een getal van 1 tot met 10, zodat je de betreffende kaart ook kan kiezen en dan weet je exact wie de moordenaar is. Klaar. We hebben geen toeschouwers, we hebben geen paragnosten, helemaal niks. Dus ik dacht, we maken een virtuele... virtueel. We maken een toeschouwer door te gaan dobbelen. Even voor het idee, ik ga even 3 keer met deze dobbelsteen gooien. Dat is 1. Dat is 6. Dat is 5. Dat is 1. Ik toon even aan dat dit normale dobbelstenen zijn. Daarom gooi ik er 3 mee. Dat is 1.
Dat is 3. En 5. Dus het zijn, ze gooien echt gewoon verschillende getallen. Niet dat je denkt dat ik een of andere dobbelsteen hier achteruit die winkel gebruik. We gooien met allebei dobbelstenen nog een keer. En die twee dobbelstenen gaan samen een getal vormen. Hopelijk niet hoger dan 10. 4. En 5. Dat is 9. Oké. 9 is oké. Want we hebben namelijk allemaal die verdachten hier. En we gaan op zoek naar verdachte nummer 9. Let op. Niet Victoria, dat is 1. Dat is 2 Margaret. Dat is 3 Ophelia. 4 Elizabeth. 5 is William. 6 is Thomas. 7 is Sonja. 8 is Henry. En 9 is Jason. Dus ook niet Benjamin en George. Jason is de verdachte volgens het dobbele, volgens de toeschouwer. Oké. Okay. Even zo, Jason. Want we hebben namelijk hier allerlei foto's, zoals ik al zei, van allemaal gestolen voorwerpen. Envelop is verder leeg. Ik leg de foto's even neer. Want mensen die waardevolle voorwerpen hebben, laten ze vaak graveren op de achterkant met hun naam of initialen. Zodat als ze gestolen worden, dat je ze... En ze worden teruggevonden, dat ze kunnen terugbezorgd worden. Nou, de voorwerpen die gestolen zijn inderdaad, waren inderdaad ook gegraveerd. Alleen de voorwerpen zelf zijn niet teruggevonden. Maar we weten nog wel... welke letters erop stonden. Op het horloge stond bijvoorbeeld een J, op de sleutel stond bijvoorbeeld een A, op de parfumfles een S, op de ring een O en op de pijp een N. Wacht eens even, maar als je dat samenvoegt, dan zie je hier Jason. En laten we verdachten dat jij hebt uitgekozen nu ook nog net Jason zijn. Oeh. Mensen, dit is de Collector. De Collector van Nicholas Mavrisis, uitgebracht door Alakazam Magic. Fantastisch effect. Je moet even een mooi verhaaltje... Ja, zo is het verhaal ongeveer, maar je moet even in de sfeer zitten. Ik hoop nu dat alles goed gaat. Ik vond het dobbelen al een stomme optie. Maar anders kon ik dit niet doen. Een fantastisch ding. Fantastisch ding. Ja, dit is wat het is. Je krijgt alles wat je ziet, behalve die dobbelstenen. Die gaan even opzij. Je krijgt de envelop. Normaal trouwens geen speciaal envelop. Je krijgt de foto's van de verdachte... Van de voorwerpen. Je krijgt de foto's van de verdachte misdadigers krijg je erbij. En uiteraard zeer uitgebreide video-instructies zoals je dat gewend bent van elke zin. Dus dat heet de Collector. We zien ook hier daar de Collector. €33,95. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze update nummer 120. Als je vragen hebt of opmerkingen of wat dan ook, laat het ons weten. Onze winkel is gewoon geopend, ondanks de corona-omstandigheden. Tenminste, of de overheid moet straks andere dingen besluiten gaan nemen. Onze winkel is gewoon geopend. De postorder loopt ook gewoon door. Je mag de winkel gewoon bezoeken, maar check voordat je komt even de regeltjes. Zorg dat je een mondkapje bij je hebt. En voor de rest, ja, als je naar onze website gaat, dynamymagicshop.com, dan springt ervoor op even een pop-up. En dan zie je exact welke regeltjes hier van toepassing zijn. Valt allemaal wel mee. Het zijn gewoon de normale richtlijnen. Dus je bent van harte welkom. Check voor nog meer nieuwe items. Want dit is maar een greep uit de nieuwe dingen. Ook onze webshop. We hopen je snel weer een keer te kunnen ontmoeten hier in de winkel. Of een bestelling tegemoet te zien via de mail. Via de app. Via Facebook. Via de webshop. Wat dan ook. Mensen, ik wens jullie allemaal de beste. En tot de volgende keer. Adieu.